In de afgelopen video's hebben we twee vormen van membraantransport behandeld, te weten diffusie en osmose. En in deze video wil ik naar een aantal andere manieren kijken. Dus diffusie hebben we gehad, osmose hebben we gehad. Een kenmerk van deze twee manieren van energie, deze twee manieren van transport, is dat er geen energie nodig is. Ja, de fusie, dat is een proces dat verloopt vanzelf. Daar hoeft het lichaam geen energie, meestal in de vorm van ATP, aan toe te voegen. Nou, er is een derde vorm van membraantransport waarvoor geen energie nodig is. En dat is gefaciliteerde diffusie. Ook daarvoor is geen energie nodig. Nou, wat is die gefaciliteerde diffusie? Als je even terugdenkt aan hoe het membraan is opgebouwd. Nou was dat op deze manier. En in dat membraan zaten hier en daar membraaneiwitten. Nou, een van die vormen van die eiwitten. Ja, we hebben in een van de vorige video's gezien dat we er een vijftal verschillende typen membraaneiwitten hebben. Maar een van die vormen was het transporteiwit. In de vorige video hebben we bij osmose gekeken hoe je kleine stoffen door het celmembraan kan transporteren. Ja, dus je kunt kijken naar CO2, O2, water. Die gaan direct door dat celmembraan en terug. Andere stoffen, ja, en dan hebben we het over eiwitten, koolhydraten. Die kunnen niet door die laag fosfolipide, maar die kunnen wel door zo'n membraaneiwit, zo'n transporteiwit. Nou, die transporteiwitten zijn heel specifiek. En doorgaans is een bepaald transporteiwit, dat laat slechts één type stof door. Ja, dus al hebben we een transporteiwit voor glucose, dan kan alleen glucose daar doorheen. En bijvoorbeeld fructose, wat nagenoeg hetzelfde molecuul is, die kan daar niet doorheen. Ja. Dus al deze drie vormen, die hebben geen energie nodig. Geen energie, dat noemen we ook wel eens passief transport. Dat is eigenlijk hetzelfde. Andere vormen van energie, of andere vormen van transport, zijn actief transport. En daarvoor hebben we ook deze transporteiwitten nodig, maar dan een ander type. Kenmerk van passief transport, laat ik dat nog even toevoegen, is dat het altijd gaat van een hoge concentratie naar een lage concentratie. Ja, door middel van diffusie of osmose hadden we altijd een verplaatsing van deeltjes van een hoge naar een lage concentratie. Actief transport. Dan tekenen we hier weer even die membranen. Dan hebben we ook zo'n. Laat ik nu even een andere tekenen. Op die manier ook weer een membraaneiwit. Maar wat deze stof doet. Dan moet ik even het membraaneiwit eigenlijk wat anders tekenen. Laat ik deze even uitgummen. Dat membraaneiwit. Laat ik het even zo doen. Ook dit membraaneiwit is weer selectief. Dat kan slechts één stof van de ene kant naar de andere kant verplaatsen. Stel je voor, deze stof moet verplaatst worden. Die kan daaraan binden, aan dat structuureiwit. Wat er vervolgens gebeurd is, er moet energie aan worden toegevoegd. En dat kan in de vorm van ATP. Dat ATP wordt gebruikt. En als het verbruikt is, dan houden we ADP plus fosfaat over. En die ATP die wordt gebruikt omdat eiwit van vorm te laten veranderen. En dan
krijgen we iets dergelijks. Ja, dat eiwit dat verandert van vorm. De stof die hier door over het membraan is getransporteerd, die wordt vervolgens vrijgelaten en die komt aan de andere kant van het membraan terecht. Nou, een kenmerk van actief transport is dat het gaat van laag naar hoog. Ja, dus als jij een bepaalde stof tegen de concentratiegradiënt wil transporteren, ja, dat wil zeggen dat we hier heel veel van die stof hebben, dan gaat dat niet door middel van diffusie of osmose, want dat moest met de concentratiegradiënt mee, dat moest altijd van hoog naar laag. Wil je hem de andere kant op transporteren, dan zul je daar energie in moeten steken. Nou, die energie is ATP. Ja, en dat is actief transport. Op het moment dat we grotere moleculen willen transporteren, groter dan die transporteren zijn door middel van een membraaneiwit, dan spreken we over endo- en exocytose. Wat wil dat zeggen? Als ik hier mijn membraaneiwit heb, ik teken hem even als één lijn, en ik heb hier een hele grote stof, vele malen groter dan deze kleine moleculen, en die wil ik toch de cel in krijgen, dan daar is geen membraaneiwit groot genoeg voor om dat voor elkaar te krijgen. Wat ik dan doe is, en dan teken ik hem hier even, wat er gebeurt is, die hele stof die wordt in de cel opgenomen door het celmembraan te laten instulpen. Ja. Door het celmembraan te laten instulpen. Dan zien we dat zo. En dan zou de volgende stap zijn. Dat die stof opgenomen is in de cel. Dus dit is buiten. En dit is binnen de cel. Ja, dus we hebben die grote stof opgenomen door hem eigenlijk op te eten. Dit proces, dit is endocytose. Endocytose. En daar kennen we eigenlijk twee vormen van. De een is fagocytose. En daar spreken we over als het gaat om vaste stoffen die we opnemen. En de tweede is pinocytose. Cytose. En daar gaat het om vloeistoffen. Dus hier is de cel als het ware aan het eten en hier aan het drinken, om het populair te zeggen. Dit is ook een vorm van actief transport. Hier wordt niet direct ATP bij gebruikt. Alleen wat het wel doet, het neemt een deel van het celmembraan, wordt gebruikt om deze voedingsstof naar binnen te krijgen. Dat celmembraan dat zal moeten worden aangevuld, omdat je anders een steeds minder celmembraan krijgt en de cel daardoor zou krimpen. Nou, het aanvullen van het celmembraan, eigenlijk het maken van fosfolipiden en membraaneiwitten, dat kost natuurlijk energie. Dus vandaar dat ook endocytose bij actief transport wordt gerekend. We kunnen dus cellen zo de stof, stoffen de cel inbrengen. We kunnen ook de omgekeerde weg doen. Dan noemen we het exocytose. Want eigenlijk kan ik hetzelfde plaatje tekenen, alleen dan de andere kant op. We beginnen nu hier. En dan laten we dit plaatje richting, sturen we richting het celmembraan. Laat het versmelten en storten de inhoud uit. Dus exocytose, dit is de cel in. En dit is de cel uit. Ja. Nu hebben we nog een derde variant. Dus als dit 1 is, dit 2, dan is dit 3. Dat is receptor gemedieerde endocytose. Is weer dus weer een vorm van spullen opnemen, stoffen opnemen in de cel. Alleen wat dan anders is, is dat als we dat celmembraan bekijken,
dan staan er op dat celmembraan receptoren. Stel je voor, we hebben hier een stof die er een beetje zo uitziet. En we willen als cel specifiek alleen deze stof opnemen. En niet alles, want wat je hier bij normale endocytose doet, je stulpt hierin, die rode stof wordt opgenomen, ook vele stoffen die daar in de nabijheid rondzweven. Als je dat niet wil en je wil selectief zijn in welke stof je opneemt, dan kan dat met receptor-gemedieerde endocytose. Wat er dan gebeurt, ik teken hier nog één receptor, die receptoren die binden aan deze, of die stoffen die je naar binnen wil krijgen, die binden aan de receptoren. En vervolgens laat je het geheel instulpen. En wat er dan gebeurt is als volgt. Dit geheel stulpt in. En in hier zitten dus die receptoren. Met de stoffen die je de cel in wil transporteren. En uiteindelijk dan zal dit blaasje afsnoeren op die manier. En dan moeten we alleen nog even het celmembraan hier herstellen. We herstellen hier het celmembraan. En dan hebben we dus heel selectief een stof de cel ingebracht. Lijkt erg op endocytose, maar met de aanvulling van deze receptoren, waardoor het meer specifiek wordt. Nou, wat we dus gezien hebben is dat we passief transport hebben, waaronder we scharen, diffusie, osmose en gefaciliteerde diffusie. Transport van hoog naar laag. Het actieve transport gaat van laag naar hoog. Kan met dit soort membraaneiwitten, die werken op basis van ATP. En dus ATP nodig hebben om stoffen de cel in te krijgen. Hebben we het over grotere stoffen. Dan spreken we over endo- of exocytose, al naar gelang we stoffen de cel in of de cel uit willen krijgen. Nou, tot zover.